Onlangs heeft de overheid het verbod op styrofoam aangekondigd. Styrofoam is niet alleen schadelijk voor het milieu, maar ook voor de gezondheid van de mens. Voor wat verpakkingsmateriaal betreft zijn er alternatieven. Gaira NV is een bedrijf dat milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal vervaardigt. Oké, mevrouw Narendorp, het verbannen van styrofoam, waarom is dat zo belangrijk voor ons milieu? Oké, het is belangrijk voor onze gezondheid, voor ons milieu, voor de toekomst van het leven, voor alles dat met ons te maken heeft. Een van de redenen daarvan, kijk, foam is sowieso schadelijk als het in de natuur terechtkomt. En natuurlijk, meestal de gezondheidsaspecten zijn al vaker besproken door het ministerie, dat het eigenlijk zo schadelijk is dat je verschillende soorten kanker kan krijgen, et cetera, et cetera. Daarnaast komt het in het milieu, dieren kunnen het verschillende uitmaken, dieren eten dat weer. Kevin gaat zo meteen verder uitleggen wat er nog meer gebeurt met die dieren. Maar ik wil het hebben over de productie van foam en plastic. De reden waarom foam en plastic zo schadelijk is, het is schadelijk voor ons, maar eigenlijk is het schadelijker voor ons voortbestaan. Omdat bij de productie van foam komen er zoveel giftige stoffen vrij die in de lucht blijven in de atmosfeer. En die veroorzaken global warming. En die global warming, we zien de effecten nu al. Juli was de heetste maand ooit recorded. Je hebt zoveel ijs dat smelt uit die vreselijke orkaan bij de Bahamas. We hebben zoveel bosbranden op dit moment gaande. In Amerika had je, in Brazilië had je, overal had je ze. En bijvoorbeeld op 31 juli is er 12 biljoen ton ijs gesmolten één dag. En de volgende dag 10 biljoen ton ijs. En 1 biljoen ton ijs is gelijk aan 400.000 Olympic poles. Dus dan kan je idee hebben hoeveel ijs is gesmolten in één dag. En dat is natuurlijk weer zeespiegelstijging en een heleboel dingen. En het ergste ervan is dat mensen vaak niet genoeg publiceren hier in Suriname. Is dat als wij bijvoorbeeld met z'n allen niet ervoor zorgen dat we onze foam en plastic consumptie met tenminste 50% verminderen, dus de productie daarvan, dan is de kans groot dat over 11 jaar volledig Caribisch gebied onder water ligt door alle zeespiegelstijging die we gaan hebben. En dan hebben we nog niet eens gehad over alle andere problemen die gepaard gaan met global warming. Dus zoals, we weten ook niet of Suriname over 10 jaar nog zo gezegend gaat zijn dat we geen orkanen meer hebben, als we niet allemaal massaal veranderen. Maar er gebeuren goede dingen in de wereld, dus ik denk dat het wel kan. Heeft u nog iets aan te vullen? Ja, ten aanvulling op uw vraag. De meeste mensen weten het niet, maar foam of styrofoam, je kan 52 soorten kanker ervan krijgen. Als je consumptie zet in de microwave of je warmt het op en je gaat eruit eten. En een onderzoek heeft ook gebleken dat wij mensen ook plastic deeltjes hebben in ons systeem, in ons bloed. Hoe komt dat? Styrofoam of plastic komt terecht in de oceaan. De dieren kunnen het verschil niet uitmaken tussen voeding en styrofoam. Ze eten het op. En wij op zijn beurt eten die dieren op. En wij ademen ook plastic in. Die microdeeltjes ademen allemaal ook in. En onderzoek heeft ook gebleken dat wij mensen zoveel plastic in ons systeem hebben dat je wekelijks een creditcard kan maken van alle plastic die ons in het systeem voorkomt. Hoe komt dat? Door, net als ik al zei, we ademen het in, we eten het in onze voeding en ook door die flessen water waaruit we drinken, die petflessen. Zoveel plastic is er in ons systeem. Oké. Nu hebben jullie een alternatief aan verpakkingsmateriaal, want het meest wat wij gebruiken, vooral in ons land, zijn die foambakjes waarin er eten wordt gezet. Het bedrijf van jullie heeft dus een alternatief. Wat is het alternatief en wat is het verschil daarvan, dus van jullie producten en de foambakjes? Oké, ik ga het verschil aangeven tussen de foambakken, onze compostable producten en ik ga het ook hebben over de biodegradable producten, want er is een heel groot verschil tussen compostable en biodegradable. Het verschil tussen die styrofoambakken en onze compostable bakken is, die bakjes zijn gemaakt van milieuvriendelijke producten. Tijdens de productie wordt er ook twee derde minder CO2 uitstoten. Tijdens de productie. Ja, dus tijdens de productie is er een twee derde minder CO2 uitstootgassen. Mm-hmm. En het verschil tussen compostable en biodegradable. Ik ga het eerst hebben over biodegradable. Wat is de term biodegradable precies? Alles wat afbreekt in de natuur door middel van micro-organismen,
water, lucht en er is geen specifieke tijd aan verbonden, is biodegradable. Nogmaals, de term biodegradable is alles wat afbreekt in de natuur door middel van micro-organismen, water, lucht en er is geen specifieke tijd aan verbonden, is biodegradable. Dus als we het technisch bekijken, is een plastic zak ook biodegradable. Want het breekt wel af in de natuur, maar er is geen specifieke tijd aan verbonden. 500 of 1000 jaar. Daarmee wil ik duidelijk maken, wanneer iets de term heeft van biodegradable of wanneer iets de benaming heeft van biodegradable, wil dat nog niet zeggen dat het milieuvriendelijk is. Want er is een schoonmaakmiddel, het heet Purple Blaster, heeft u ervan gehoord? Ja. Oké, mooi. Purple Blaster, je maakt je toilet ermee schoon, ja. Noem maar op, je dweilt ermee, noem maar op. Maar er staat erop biodegradable. Hoe kan dat nou op zoiets staan? Dus dat wil dan zeggen dat het milieuvriendelijk is? Niet waar. Want op de MSDA-sheet staat er dat het schadelijk is voor het milieu, schadelijk voor de mens en dergelijk. Dus daarom wil ik aangeven dat wanneer iets de term biodegradable heeft, wil het nog niet zeggen dat het milieuvriendelijk is. En dan heb je dan die compostable producten die we hebben. De term compostable is alles wat afbreekt in de natuur door middel van micro-organismen en er is wel een specifieke tijd aan verbonden. 80 of 100, 90 of 180 dagen is compostable. Dus in feite, laten we zeggen, als dit terechtkomt in de natuur, moet het afbreken binnen 90 en 180 dagen. En als het is afgebroken, moet je dat weer kunnen gebruiken als compost voor je planten. En het mag geen giftige stoffen achterlaten. En dat moet glutenvrij zijn. Daarom bedoel ik van als je bijvoorbeeld vegetarisch bent, moet je makkelijk gebruik kunnen maken van deze producten. Had je nog wat te zeggen? Heb ik iets gemist? Nee, ik denk dat je wel genoeg hebt gezegd daarover. Ja. Ja. Okay. Waarvan worden jullie producten gemaakt? Okay, onze producten worden gemaakt of van suikerriet, of van tarwe, of van mais. Zo die bruine producten hier, meestal denken mensen dat het papier is. Het is geen papier, het is of suikerriet. Bagasseur? Dus het afval. Ja, dus bagas is afval van suikerriet. Dus. Okay. En daarnaast hebben we ook deze producten, want heel veel mensen gaan denken dat ze plastic zijn, maar dat is het niet. Deze zijn gemaakt van mais. Dus je kan eigenlijk, moet je zien, plastic kan je maken van verschillende grondstoffen. En als je het maakt van fossil fuels, zoals aardolie, dan is het giftig. Maar je kan ook maken van plantendeeltjes, zoals mais. Sommige mensen maken het van banaan, heel veel dingen. Maar deze zijn natuurlijk wat gevoeligere plastic soorten. Ze smelten veel sneller. Dus je kan echt geen hete dingen erin doen, anders gaat het wel echt smelten. Oké, dat hebben we deze. Heb je een voorbeeld hiervan? Ik weet niet of ze het gaan zien, maar ik heb het speciaal, of we hebben het speciaal meegenomen. Ja. Om mensen te wijzen dat het geen plastic is, om het zo te zeggen. Dit is, je kan zeggen plastic zonder polyethyl. Ja. Dit hebben we gelaten een dag in de auto. Ja. En hij is gaan smelten. Dus hierin, in deze producten, moet je geen warme maaltijd zetten. Ja, dus omdat in de auto wordt het dood, dus dan gewoon buiten. Het is vreselijk heet, dus uiteindelijk is het gewoon echt gaan smelten. En wat ook een concern is, mensen maken zich heel vaak druk over. Als we gaan overstappen naar producten die gemaakt worden van plantaardig materiaal, gaan we uiteindelijk geen deforestation problem hebben, dat we uiteindelijk te veel ontbossing hebben en dat we uiteindelijk gaan in onze voedselketen. Oké, daarom hebben wij wel gedacht aan producten die een volledige oplossing zijn, want wij geloven dat als je iets wil oplossen, dan moet je nu, kan je alleen maar dingen oplossen op zodanige manier dat je het voor altijd kan doen zonder dat het schade verricht aan geen enkele vorm van leven. Of zonder dat je terug moet gaan en weer een ander alternatief moet zoeken. Precies. Dus al van ons hoor, onze producten zijn allemaal gemaakt van afvalmateriaal, van planten. Dus niet die gedeeltes die gegeten worden van mensen, door mensen. Mm-hmm. En ook onze papieren cups. En hier is een papieren soepkom. Dit is niet gemaakt van bomen. Er zijn geen bomen ervoor omgehakt. Het is gemaakt van plantendeeltjes. Het is papier gemaakt van plantendeeltjes. Mm-hmm. En ze zijn ook allemaal FSC certified, zodat ze weten dat ze komen uit well-managed forest. Ja, dat is wel belangrijk. Al die producten van ons zijn wel individueel gecertificeerd. Ja, en internationaal gecertificeerd. Ja, dat wel. Dus het staat op allemaal dat ze certified compostable zijn, zodat je 100% zeker weet dat je wanneer je iets koopt, dat je wel echt waar krijgt voor je geld en dat je niet echt opgelegd wordt voor een product dat eigenlijk totaal niet groen is en het wordt gebrand alsof het groen is, maar dan is het dat niet. Dus vandaar dat we allemaal certified products hebben. Oké, prima. Wat is de reactie tot nu toe vanuit het veld?
Nou, we kregen best wel hele, ja, we kregen best wel positieve reacties. Natuurlijk is het, heb je wel mensen waar je, je gaat ze in feite moeten uitleggen waarom ze moeten overstappen. Ja. Want wij delen de mening, wat heb je aan milieuvriendelijke producten die je zit te verkopen, maar als je de mensen eigenlijk niet vertelt waarom ze moeten overstappen. Ja. Snap je dus? Ja, de awareness is wel heel erg belangrijk. Ja. Dus we kregen wel best wel goede reacties vanuit het publiek, maar natuurlijk zijn er ook mensen die je in feite echt moet uitleggen waarom ze moeten overstappen. En natuurlijk, kijk, je hebt sommige mensen die het al weten, die al informatie hebben over dat het beter is voor hunzelf. Maar kijk, elke verandering gaat gepaard met een mindset change. Je moet iemands mind veranderen voordat de rest gaat veranderen. Want verandering is een mindset change. En omdat we dat weten, daarom doen wij zoveel mogelijk op onze manier brand awareness. Zodat de mensen daadwerkelijk genoeg informatie kunnen geven over waarom het belangrijk is. Want sommige mensen denken dat het gewoon een of andere politieke stunt is van de overheid om over te stappen van foam naar een ander materiaal. En ze vergelijken het zelf met kokosolie, toen kokosolie niet goed was en plotseling wel weer. Maar dit is een heel ander onderwerp en dit heeft helemaal niet te maken met politieke stunt. Het is gewoon daadwerkelijk veel beter. Ja. Maar er zijn ook gewoon heel veel mensen die echt willen en die echt willen weten. En dat ik soms gewoon echt lange gesprekken heb aan de telefoon met mensen die echt vragen stellen over oké, maar hoe weet ik dat het echt goed is? Hoe kan ik dat zien? Oké, en als ik heb dit gekocht, kan je me hierover vertellen? Weet je of dat inderdaad groen is? Want ik bedoel van als we bepaalde keuzes gaan maken en doen we het direct goed. En dat soort mensen zijn natuurlijk heel fijn om mee te praten, omdat ze het begrijpen en dan is het, heel leuk. En als mensen doet het je wel iets om dan verder te gaan, dan weet je van dat je goed bezig bent. Ja. En ik ben wel blij dat Suriname uiteindelijk de stap heeft gemaakt. Costa Rica die wil in 2020 al 100% single-use plastic ban hebben. Ja. En China, als ik het goed heb, is sinds 2000 nog? Nee, ergens in 2000 zijn ze afgestopt met plastic zakken. Ja, like, je mag geen zakken meer. Dus die single-use plastic. Dus plastic die één keer wordt gebruikt, wordt weggegooid. Ja. Okay. Snap je? Goed. Kort over de kwaliteit. In ons vorige gesprek hebben jullie aangegeven dat jullie bakjes ook in de oven kunnen. Ja, in de oven, in de microwave, in de vriezer. Overal. Ja, dat wel. Kijk, we hebben verschillende producten. Kijk, deze zijn de meest gebruikelijk, maar we hebben eigenlijk meer dan 90 producten. Ja, de rest moeten we nog echt heel goed branden naar de markt. Want je hebt deze producten en we hebben ook andere producten. Die zijn de to-go boxes. En die to-go boxes zijn eigenlijk speciaal voor wanneer je hele vochtige voeding gaat hebben, die je urenlang gaat vervoeren. Daar hebben ze een extra laagje, een laagje van zo'n materiaal. Ja, die hebben een extra laagje om ervoor te zorgen dat je producten, je bakjes niet zacht worden. Want het is misschien wel zo dat als je deze bakjes 3 of 4 uren laat met hele vochtige voeding, gaan ze niet doorlekken. Maar ze kunnen wel wat zachtjes worden aan de onderkant. Dus deze kan je misschien wel gebruiken als je, laten we zeggen, 8 uren wil treffelen met voeding. Dan hebben we die to-go boxes daar speciaal voor. Die echt voor hele vochtige voeding zijn. Maar anders is het misschien, want soms, we leggen dat wel altijd uit aan onze klanten. Dus dat is alvast één ding. We hebben dit ook, onze catering tray, dit is persoonlijk mijn favoriet hoor. Hierin kan je ovenkip maken, je kan pan maken. Dus in feite, al die bruine producten kunnen in de oven en in de magnetron. Ja. Maar deze is speciaal gemaakt voor wanneer je pan gaat maken. Bijvoorbeeld, laten we zeggen, je gaat ovengerecht maken met heel veel vocht. Hebben we wel een andere, net als wat Kimberly al zei, met een extra laagje erop. Ja, zodat je zodat het niet doorlekt. Ja. Okay. Yes. Deze is die speciaal. Deze is dus echt handig als je bijvoorbeeld macaroni-schoten gaat maken of als je cakes gaat maken of als je een salade. Of pom kan je ook nog maken. Ja, pombo. Maar als je bijvoorbeeld echt hele vochtige, laten we zeggen, je vult binnen die hele bak met vloeistof, dan hebben we andere. Hebben we andere die we liever aanraden. En we hebben ook zoute bakjes, de soepbakjes. En hier hebben we ook al die producten die je hier hebt, kunnen ook in de ijskast en in de vriezer. En dan zijn die PLA products, dat zijn dus deze plant-based plastic products, die moet je wel echt gegeten dingen in doen. Nee. Dat is echt letterlijk alleen voor de koudere gerechten, zoals cakejes, salades, alle desserts en et cetera. Ja. En het voordeel van onze producten, met onze producten kan je heel creatief bezig zijn. Bijvoorbeeld dit is een soepbak, maar je hebt iemand die ijscream erin zet, maar je hebt ook iemand die haarvet erin zet. Ja. Dus om even aan te geven hoe creatief je bezig kan zijn met die producten van ons.
Yes. Dus je hoeft ze niet specifiek te gebruiken voor, zo, voor een bepaald product, maar je kan echt ermee spelen. Er is ruimte om te spelen met onze producten. Hoe is het begonnen met Gaira NV? Van waar het idee, hoe is het allemaal begonnen? Het was een idee van, als ik het goed heb, een jaar terug van ons. Want wij beiden zijn echt natuurmensen. En het was een idee van een jaar, als ik het goed heb, langer wouden. Allang beginnen met een eco-friendly verpakkingsmateriaalbedrijf. En we hebben toen research gedaan, onderzoek. En toen zagen we dat het ministerie was gekomen met een ban van styrofoam. Toen dachten we van oké, nu is de tijd. En ja, dus zo is het eigenlijk gegaan. We hebben eigenlijk gewoon alvast hadden we voorbereidingen getroffen. Ik denk dat het ongeveer vorig jaar augustus was of zo, ja, dat we zijn begonnen. En toen we dus zagen dat er een band kon, was het echt alleen maar letterlijk, het is werken, alleen maar een juist moment om te beginnen voor ons. En zo is het eigenlijk gegaan. Oké, jullie zijn begonnen, het idee was er. Mm-hmm. Op een gegeven moment kwam het ministerie van HI met hun ding, dus dat ze styrofoam gaan verbannen. Ja. Hoe ver waren jullie toen al? Hadden jullie al de producten gevonden ergens in het buitenland om te laten halen? Ja, hadden we al. We hadden eigenlijk alles al gedaan, alle voorwerken. Dus eigenlijk het enige wat ze moest doen nog is launchen. Is gewoon launchen. Want we hadden dat gewoon echt letterlijk alles was al uitgewerkt. Dus het was echt gewoon de odds were in our favor om het zo te zeggen dat het zo is gelopen. En voor ons is het eigenlijk gewoon goed, want de reden waarom we met dit zijn begonnen is gewoon omdat we een positieve verandering wilden brengen aan de levenswijze van mensen op dit moment, want foam is heel erg ongezond. Ja. Oké. Mevrouw Narendorp, hoe belangrijk is deze verbanning, het verbannen van styrofoam, hoe belangrijk is dat voor ons milieu? Het is zeer belangrijk. En een van de redenen waarom het zo belangrijk is, foam is eigenlijk heel schadelijk. Los van voor je gezondheid, want dat is waar het nu meestal op wordt gefocust. Hoe het slecht is voor je gezondheid en slecht is voor het milieu. Maar wanneer foam in de handen komt van mensen en dan in het milieu, is het niet het gevaarlijkste. Het gevaarlijkste is de productie van foam en plastic. Omdat er zoveel giftige stoffen vrijkomen die op hun beurt global warming veroorzaken. En daarom hebben we zo'n hete periode achter de rug en was juli alleen de heetste maand ooit en heb je heel veel overstromingen, vreselijke wildfires van alle bossen die aan het branden zijn op dit moment en ook die vreselijke orkanen. Het zijn allemaal resultaten van de productie van foam en plastic. Dus wanneer het in je handen komt, is het half niet zo erg als wanneer het geproduceerd wordt. Want uiteindelijk heb ik laatst nog een artikel gelezen dat als we onze plastic en foam productie niet met 50% verminderen in de komende tijd, is de kans groot dat het heel Caribisch gebied over 11 jaar volledig onder water is, omdat alle ijs smelt. Net als hoe er eind juli, volgens mij 31 juli, was er 12 biljoen tonnen ijs gesmolten in één dag. En 1 augustus was het 10 biljoen tonnen ijs, is er één dag gesmolten. En 1 biljoen ton ijs is 400.000 Olympic poles. Dus dan heb je al een idee hoeveel ijs is gesmolten in één dag. Dus als we doorgaan met dit, gaat het alleen maar erg worden. Het is eigenlijk echt belangrijk dat we veranderen. Dan om af te sluiten, nog een boodschap of een oproep aan de gemeenschap. Oké. Ten eerste wil ik zeggen dat mensen de band die we hebben in de eerste instantie juist moeten omarmen in plaats van saboteren. En de reden daartoe is omdat het eigenlijk alleen maar beter is voor ons. Voor onze gezondheid, voor ons milieu, voor alles van ons. En ten tweede wil ik zeggen, sowieso is het, je kan ook heel erg creatief zijn met de producten. Maar ten tweede wil ik ook een ander ding zeggen. Zo, wij zijn beide nu best jonge mensen. Ik denk we zijn in de 20 beide. Maar over 20 jaar, of tussen de komende 10 en 20 jaar, dan zijn wij de meeste mensen die uiteindelijk in de werkende klasse zullen zijn. Toch? De 20-jarigen, de 30-jarigen, 40-jarigen zullen wij zijn. Dus vooral voor die mensen van onze leeftijd is het heel belangrijk om over te stappen, omdat jullie uiteindelijk de mensen gaan zijn die dit het meest gaan gebruiken. En uiteindelijk gaan wij daar ook bepalen hoe de wereld eruit gaat zien tegen die tijd. Of het er beter gaat zijn, wat voor wereld onze kinderen zullen opgroeien. Dat is wat wij bepalen. Dus daarom is het heel belangrijk. We bepalen ook hoe de oudere mensen het gaan hebben tegen die tijd. Want wij gaan de grootste markt zijn, de grootste bevolking op dat moment. Dus daarom is het vooral belangrijk voor die mensen van onze leeftijd om vooral over te stappen sinds wij de 20 tot 40
komende 10 tot 20 jaar eigenlijk de grootste groep mensen gaan zijn. Dus wij moeten ervoor zorgen dat we de wereld niet vervuilen, maar het juist heel schoon houden en voor de rest van alle andere mensen eigenlijk een veel betere milieu creëren.